Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Rotterdam. De wereldhavendagen. Laat het even tot u doordringen. Wereldhaven. Of u woont erin, of u woont er rondom. Ja, op doordeweekse dagen rijden we er langs. Stapels, containers, we zien prachtige kranen, we zien opslagtanks. Maar wat is er mooier dan op die terreinen te mogen komen? Zo'n 400.000 mensen krijgen jaarlijks verdeeld over 3 dagen de gelegenheid om eens door die poorten te gaan. En dat wordt aangegrepen. Samen met 5 verslaggevers brengen wij u een heerlijke impressie van een half uur van die Rotterdamse haven. En hoe kun je dat beter zien dan vanaf het water in een snelle boot? Ik grijp de uitdaging aan. Een bootje waarmee je gewoon even lekker het meer over dobbert. Dat kan ook wel, maar het is leuker om hard te gaan. Want hij is zeewaardig. Ja, het is zeewaardig. Het zijn eigenlijk reddingsboten, ooit gebouwd. En wat wij doen is gewoon lekker door Rotterdam in scheuren. Ik ga wel een beetje voelen hoor. Ik zit ook in de lekker. Als je een geintje zou willen flikken met passagiers die een beetje een te grote mond hebben, wat doe je dan? Nou, ze krijgen geen grote mond, want ze hebben allemaal gewoon, ze scheiden allemaal peentjes. Ik ga het graag beleven, ik daag je uit. We kennen allemaal dat beeld natuurlijk van die scheurende boot over dat water. Dat doen jullie ook op die Wereldhavendagen? Ja, tijdens de Wereldhavendagen zijn we er ook lekker mee bezig. En dan scheuren we vanuit de Rijnhaven even naar Schiedam heen en weer. Knallen een beetje heen en weer en dat is hartstikke leuk. Nou Mark, super bedankt. Volgende keer echt de vaart erin. Goed, gek voor je doen. Ik hoop dat we u een beetje mee hebben kunnen laten genieten van de Rotterdamse haven vanaf het water. Ja, iedereen beleeft de haven op zijn eigen manier natuurlijk. De drijvende bollen in de Rijnhaven, de binnenvaartschepen in de Maashaven. Ga je richting Waalhaven, die prachtige stapels containers. Dat vrachtverkeer wat af en aan rijdt. Ga je naar de petrochemie, kom je bij de containeroverslag op de Maasvlakte. Ja, het is een en al bedrijvigheid. Althans, er is ook rust. En dan gaan we naar Dave. Nou, de laatste zullen de eerste zijn, hè? Toch? Jullie waren aangekondigd. Hey, Simon. Simon, de vogelexpert? Dat is, nee. Nee? Die is daar al. Ik ben havengids. Havengids. Zo. Ga lekker in de bus. Hoe heet de chauffeur? André, hè? André. André en Simon. Gezellig. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees, the moon up above. Ja. Wat zit daar? Dat is het, wat zit lepelaars en er zaten net heel veel kuifeenden. Maar... Kuifeenden? Ja, er waren iets van 200 kuifeentjes. Maar er zitten nog wel vogeltjes op het water, hè? Nee, die zijn de kuifeenden wat verder weggezwommen, ja. Nou, ik had niet verwacht dat het nou zo, de natuur zo fantastisch uit zou zien. Nee, maar moet kijken. Ik had veel meer vervuiling verwacht, maar dat is het helemaal niet. Tenminste, zo is het niet. Nee, het ruikt helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee. Ja, kuifeen. Oh, dat is de kuifeen. Ik hoor het tureluur. Je hoort hem. Ja, het kan heel ver weg zijn, maar ik hoor hem. Er waren net ook wulpen, maar die waren aan de andere kant bij Oostpoorn. Dat is toch de kuifleeuwerik? Zie je, hij heeft een rechtopstaande kuif zo aan het einde. Zo. Bij deze noemen we deze ook de hufter van de slufter. De kuifleeuwerik. De kuifleeuwerik hoor. Ja. Rechtop staan naar kuif, ik heb zo'n boekje. Echt waar? Oh, ja. Ja, nee, dat is hem. Kijk. Waar dan? Nee, hij is aan het zwemmen. Ja, hij is aan het voerangeren. Ja, je moet wel een beetje een.
en lepelaars. Oh ja. Ja, je kan niet gek zijn, er waren natuurlijk een paar buizen er net ook al. Ik vond het heel verrassend om dit te zien. En ook heel verrassend wat ik vanmorgen allemaal zo hoorde over zo'n baggerdepot. Je denkt, ja, bagger. Ja. Alleen maar troep. En het bleek dan toch heel wat positieve kanten te hebben. Ja. Die bagger zie ik allemaal niet. Ja, maar eens kijken, jammer bagger. Ja, maar dat wordt zo smerig. En wordt hoe heet ze? Hendrika en ze komt uit Maastricht. Net ook een bunzinkeutel, dus dat leeft echt heel veel. Je bent een echte bioloog, hè? Ja, ik kan het niet helpen. Je vindt van alles tijdens zo'n excursie. Ik heb een hele mooie veer gevonden. Wat heb jij? Dat is een verzand. Een verzand. Wat zei die dan? Nou, gewoon een soort indiaan. Nou, dat is een verzand. Zo'n kiekendief of een andere vogel. Maar ik heb hier een keutel van een bunzing. Lekker. De bioloog die zei van, hij deed het nog zo, van ja die stinkt, ja, dat kun je wel weten met een bunzing. Heeft toch helemaal niks met de haven te maken man dit? Nee, dat heb het ook niet. Maar ja, wij komen hier ook, wij dachten ook van we gaan weer zo in zo'n hoge havenkraan zitten of iets dergelijks. En we zijn hier ook maar, we nemen de verste excursie die er is. En dan loop je met allerlei biologen loop je en dan kon je toch iets heel aparts wat je anders niet had verwacht. En vandaar dat ik nou weet, dit is een bunzingketel. En de bus staat klaar, de excursie is voorbij. Ja. Jammer. En ik vind eigenlijk nog wat, we kwamen hier ook nog voor. Want dit is nou de meest uithoek die je maar kunt bedenken in Nederland. Ja. En dat is ook leuk om daar eens te komen. En nou is het alweer voorbij. Het is zo jammer dat het voorbij is. Oh, sorry! Ik luister niet goed, hè? Ja, gaan we staan. En gaan we weer zitten. Staan. Zo, zeg. Wat een training. En zitten. Staan. De Parkade is een geliefde plek tijdens de Wereldhavendagen. Omgeven door de Euromast, de fietsersingang van de Maastunnel, tegenover Katendrecht, het prachtige water van de Nieuwe Maas en natuurlijk de Koninklijke Marine. Heeft hier een vaste plek. Stoere mannen, stoere vrouwen. Zo, dit is gezellig. Zullen we hier lekker een kopje thee drinken? Hè? Oh, zijn we er al bijna? Hallo. Hey. Hoe oud was jij toen je wist dat je hem bij de marine wilde? Ik was, 18 jaar. 18 jaar. En hoe oud ben jij? 18. En jij gaat ook bij de marine? Nee. Weet je wat de marine doet? Nee. Oké, wat doet de marine? De marine is echt onze verdediging natuurlijk van Nederland op zee. Hé, hey, de verdediging van Nederland op zee. Kan het mooier? En dan moet je ook kunnen klimmen. Natuurlijk moet je kunnen klimmen. Nou, je ziet hoe hoog het schip is, dus... Kom op! Je kunt het! Ga jij je inschrijven als marinier? Nee. Voor volgend jaar zoeken we 900 man. Oh, maar hij is meteen weg. Hè? Hij is meteen bang. Oh. Dat was niet eens. Dan moet je nog even afleren. Ja. Hij was ook nog ietsje te jong. Nou, het valt niet te ontkennen. Het is een stoere wereld waar ik me in begeef. En als je het hebt over spierkracht, over wilskracht, kom je ook terecht bij de sloepenrace. Ja, want dan gaat het ook om wilskracht en spierkracht. Dat klopt. Meer dan 50 boten doen mee. Mensen uit heel Nederland roeien vandaag mee. Tijdens de Wereldhavendagen, de Maasrace. 16 kilometer ongeveer roeien. Er staat een prachtige zon. Ik weet alleen niet of die roeiers daar zo blij mee zijn. Want het wordt heel, heel, heel erg warm. Wij zijn erbij. Kijk mee. Met welk team vaar je mee? Met de Antonie van Hoboken. En STC 2, dus van het Scheepvaart en Transportcollege uit Rotterdam. Ik heb begrepen dat het een onwijs zware race is. Weet je wel waar je aan begint? Ik heb het al eens eerder gedaan, dus... maar ja, het blijft zwaar. Maar ja, net als elke roeirace, het is zwaar, je gaat tot het eind. En
En daarna stort je in en ga je bier drinken. De reis is bijna aanstonds. De race. Heb je er zin in? Ja, het moet weer, hè. Je maten willen weg. Ga maar. Ja. Hey, veel plezier. Hoi, hoi. Wat is de Maasrace eigenlijk? De Maasrace is een race, een van de vele in Nederland, die meetelt voor het landskampioenschap. Dat wil zeggen dat er boten meedoen uit heel land, uit heel Nederland. En die strijden uiteindelijk om een bokaal, een landsbokaal. De Maasrace vindt altijd plaats in september tijdens de Wereldhavendagen. Er doen zo'n 52 sloepen aan mee. En uiteindelijk wint degene die het meeste vermogen levert. Hoe bedoel je vermogen? Vermogen, dat bedoel ik letterlijk het aantal watts wat een roeier levert. En dat verrekenen wij. De Maas heeft, is natuurlijk een rivier waar stroom staat. Wie stroom mee zou hebben, zou voordeel hebben. Maar wij klokken de sloepen op trajecten. We weten exact op die trajecten hoeveel stroom er staat. En aan de hand van de tijddoorkomsten kunnen wij later bepalen hoeveel watt er is geleverd. Zo, daar ben je dan. Ja, het was even een stukje tegen. Vertel eens, hoe voel je je? Moe. Zit je er doorheen? Ja, een beetje. Ik kan zeker wel een biertje gebruiken. De derde prijs gaat naar de Rowing Legends, MacArthur. En de eerste prijs gaat naar de heren 14. Terug naar de rust van de Veerhaven. Ik vind het altijd een beetje een chique haven. Zo aan de voet van het Wereldmuseum. Koningin Beatrix is hier geweest voor de 150-jarig bestaan Koninklijke Roei- en Zeilvereniging. Ja, het is sfeervol hier, hè? Houden we zo? Netjes? Keurig? Ja, oké, okay. Is er nog wat te drinken? Ja, wil je ook wel wat? Eén paprika is evenveel vitamine C als een grote sinaasappel. Ja, extra zoet. Oké, dank je. Wat adviseer je dit? Ja, die zijn extra zoet. Niet te koop voor een euro. Oké. Die is lekker. Dank je wel. Alsjeblieft. Nou, dit zijn de mosterden die in principe af zijn. Die liggen nog een klein beetje in de kruidenboter. Oké, maar mag ik hiermee? Ja hoor, we maken een scheppe poëzie op. Pas op hoor, want je brandt zo je vingers anders bij mij. Zo? Of ook het hele bootje? Ja, bandje? Nog een klein beetje erbij natuurlijk. Een beetje gul. Een beetje kokosaus en een stokbroodje voor mensen die dat gaan. Meneer, mag ik u wat aanbieden? Gratis en voor niks. Kijk, dit is de man van de kraam. Kijk. Kade van de smaak is dit. Oh, wat leuk. Wat houdt het in? We hebben hier een heel leuk rijtje met van alles en nog wat. Vegetarische cupcakejes, aarbeidjes, twee groentes. Ik ga kijken. Hartstikke leuk, veel plezier. Dankjewel. Dag heren. Heerlijke verse Hollandse aardbeidjes met lekker room, vanilleijs en slagroom. Gaat het nog wel bij hoor. Dankjewel. Alsjeblieft, geniet ervan. Ik moet
moet wel heel wat gebeuren, wil de kader van de smaak niet bevallen. En ieder jaar pakt de organisatie op zaterdag uit met muziek, met verlichte boten, met een vuurwerkshow. Ja, dat is altijd goed. Het avondprogramma van de Wereldhavendagen gaat zo van start. Spetterende optredens, demonstratie en een spectaculaire vuurwerkshow. Nou, volgens mij wordt het een avond vol vermaak, dus ik ga snel even rondkijken. Hoe vinden jullie het hier? Gezellig. Heel gezellig, ja. Heel veel mensen, dus heel leuk. En zijn jullie hier al de hele dag of alleen voor de avond? Nee, eigenlijk alleen maar voor de avond gekomen. Ja. En nog speciaal voor iemand? Nee. Ja, Welen willen we wel zien. Ja, gelukt. Nou, Welen, jij bent de hoofdact van de avond. Hoe is dat? Spannend om hoofdact te zijn. Nee, het is heel erg leuk. Ik vind het sowieso te gek om mijn eigen muziek, zeg maar, zoveel mogelijk manieren te spelen. Daar blijf ik zelf scherp van. En met een heel orkest, dat wordt wel feest, ja. Ja, want is dat voor het eerst zo'n orkest of heb je dat vaker gedaan? Nou, ik heb wel eens vaker met een orkest gespeeld, alleen niet met alleen blazers. Dit is over het algemeen alleen blazers. En dat gaat wel heel hard. Ja? Wat heb jij zelf met Rotterdam? Mijn vriendinnetje komt er vandaan. Dat is altijd goed. Eerste. Ja, en even kijken, wat heb ik nog meer met Rotterdam? Ja, ik vind Rotterdam qua evenement en qua dingen organiseren, weet je, bezig zijn voor de stad om de stad hip te houden, vind ik ze heel erg vooruitstrevend. En dat maken we natuurlijk wel veel mee. En Rotterdam heeft een paar leuke herinneringen liggen. Ja. Een paar goede muzikanten vandaan ook. Ja, er zitten twee Rotterdammers in mijn band. Oh, kijk eens aan. Kijk, dat willen we natuurlijk heel graag horen. We zijn er niet bij hoor, vandaag. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar dat we weten dat er in ieder geval Rotterdammers zitten in de band van Welen, ja. Dat doet ons al onwijs veel goed. Maar meer Amsterdammers. Wat vinden jullie van de show tot nu toe? Ik vind het prachtig. Ik vind het echt heel mooi. Ja? Ja, geweldig. Ik vind het fantastisch. Ja? Ja, heel erg mooi. Dit is een cadeautje voor ons. Stond ooit bommetje vol met uitzwaaiers van passagiers van de Holland-Amerika-lijn. En nu bommetje vol met mensen voor die Wereldhavendagen. Waarom heb jij deze plek gekozen? Nou, ik kom hier vaak voor mijn werk. Ik werk in de reddingsbotenwereld. Dus vandaar dat ik eens een keer ga kijken hoe het met andere mensen is en hoe het groot is. En ja, het is leuk om te zien hoe al die boten hier tekeer gaan. Ja, het bevalt goed. Ja, het is leuk. Jammer van het weer. Had wel mooi kunnen zijn. Gisteren was het nog drukker, denk ik. Maar het had ook slechter kunnen zijn. Het had ook slechter kunnen zijn, ja. Absoluut. De Rotterdamse haven. Het is water en het is werken. En dat water is onvoorspelbaar. Het is bloedmooi, maar het herbergt ook geheimen. En dan die bodem van de Maas. Ook de Wereldhavendagen biedt gelegenheid om die te bekijken. We zijn aan boord van de Surveyor 1. Surveyor 1. Wat is dit voor boot? Van het havenbedrijf. Het is een meetvaartuig. Wij verrichten metingen in de haven, in de hele Rotterdamse haven.
jullie worden ook ingezet bij het zoeken naar bijvoorbeeld een stoffelijk overschot, hè? Ja, als een auto te water raakt, dan wil men ook graag weten waar de auto ligt. En dat kan aan de hand van deze apparatuur gevonden worden. Dit is al een meetapparatuur. Dit is de online computer die dus alle gegevens verzamelt. Ik heb hier een voorbeeld van een auto die in Vlaardingen te water is geraakt. We zien dan in een bovenaanzicht zien we hier iets liggen op de bodem waarvan normaal gesproken niet zouden weten misschien wat het is. In zo'n geval kunnen we inzoomen op zo'n wrak en dan zie je meteen in 3D wat er op de bodem ligt. In dit geval een auto op zijn kop, een bandje steken in de lucht. Hoe weet deze boot dat die auto daar ligt? Ja, dat is een goeie. We krijgen informatie van een melding van nou, de kade van Vlaardingen is een auto te water geraakt. Oké, dan weet je al iets natuurlijk. Vervolgens gaan wij baantjes varen vanaf de wal steeds verder naar buiten toe. En omdat dit echoloot een openingshoek heeft van 120 graden, kunnen we dus onder een hele brede hoek de bodem scannen. Dus je begint vanaf de kade, de plek waar je de melding hebt, en vanaf daar ga je steeds verder naar buiten werken. Maar dan is het eigenlijk al heel snel dat je hem toch wel te pakken hebt. Hoe vindt u het nou? Ja, heel interessant. Ik had niet verwacht dat ik eigenlijk zoveel informatie zou krijgen. Ik dacht baggeren, nou ja. Ja, helemaal geweldig. Ja, daar heb je helemaal geen idee van, hè. Leg eens uit, wat vindt u er zo mooi aan? Ja, nou ja, hoe alles stukje bij beetje in kaart wordt gebracht, gekeken wordt onder de waterspiegel, wat er allemaal gebeurt, wat er aan veranderingen plaatsvindt in de bodem. Wat zijn nou de gekste dingen die jullie gevonden hebben? Nou, ik vond die Duitse helm vond ik wel een leuke, met allerlei gaten erin. Dat was wel die staat ook nog steeds bij ons op kantoor. En oude revolvers. Ja, hoe oud weet ik niet precies, maar dat was ook wel een leuke vondst. Voor de rest... Dus dit schip kan een helm zo groot vinden? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Vadertje, moedertje, hoe heet je kinderen? Stef en Robin. Oké. Hebben jullie het naar je zin? Ja, ik wel. Zij niet zo. Waarom niet? Ze vindt hard geluid. Ja, het is ook wel hard hoor, moet ik zeggen. Wat vind jij ervan of hoor je me niet? Wat vind je ervan, zo'n dagje met z'n allen hier naartoe? Ja, geweldig en het is droog. Dat is het leukste. Ik zat net te twitteren wie je zou zijn. Ben je erachter? Nee, nog niet. Nou krijgen de kleine bootjes ruimte. Ja, denk je? Past wel, hè? Dat is wel fijner, hè? Kleine bootjes hebben kleine toetertjes, hè? Ja. Niet zo'n hoop herrie. Nee. Een beetje naar uw zin. Nou, als u nou een beetje evalueert voor uzelf, de Wereldhavendagen, wat is uw conclusie? Ja, ik vind het wel leuk te zien. Je komt wel dichter bij de schepen en je kan er ook op. Dat is wel leuk. Ik vond de Koninklijke Mariniers heel erg leuk, aan de andere kant. Waarom? Veel opgezet, ziet er groot uit. Het zag er gewoon leuk uit. Ja, spectaculair ja, wel, hè? Precies, ja, met die rupsbanden en zo op het boot is heel erg leuk. Ja. Ja, heel erg leuk. En wat je hier gezien hebt, bootje keren? Ja, ziet er grappig uit. Wendbaar, die boten. Ik had niet gedacht dat ze zo wendbaar waren eigenlijk. Het ziet er heel leuk uit. Een nuttige besteding van de zondag. Zeker, lekker weer. Wat wil je nou nog meer? Eigen boterhammetje mee. Kosten besparen. Ja, je hebt wel groot gelijk. Is het leuk? Jawel. Is het leuk om hier met z'n allen heen te gaan? Ja, voor de kinderen. En die willen en dan gaan we gewoon, hè. En dan, jij vindt er niks aan? Ja, alleen dat ik mag varen. Even kijken hoor. Nou, vind je het leuk? Ja. Waarom vind je het leuk? Omdat het heel een grote boot was. En ik heb nog een ballon gekregen. En wat heb je nog meer gezien? Een hele grote boot, je hebt een ballon gekregen en verder. En toen ging ik ook nog
kijken naar die auto. En ik wil in de brandweerauto. Zo. En waar zat je in de brandweerauto? In een groene. Achter het stuur? Ja. Jij hebt gewoon even gereden? Ja. Door Rotterdam? Ja. Over de Coolsingel? Ja. God, en met sirenes aan? Ja. Zo het stadhuis in? Ja. Je hebt groot gelijk. En Feyenoord gaat kampioen worden? Ja. Kijk, en dat mag maar even gezegd worden. Tijdens het slot van deze Wereldhavendagen. We zitten er bijna doorheen. Het is spectaculair. Het is mooi, hè? Het is spektakel. Zo is dat. En we zetten alle spektakel nog even voor u op een rij. Jaap Dijbel doet dat. Rotterdam. Well, that was superb. Fantastic vessel, so that was very enjoyable. Je ontdekt toch iedere keer weer andere dingen. Dat je denkt, oh, dat is weer leuk en dat is weer. Ik ben met mijn kleinzoon, dus hij vindt het geweldig. Heb je echt op een boot gezeten? Het was de grote boot. Nee, een kleine dat je zo kon doen. Het lijkt me ook wel leuk om van die helikopter te dalen, later als werk. Als loods? Juist. Maar dan moet je veel leren hoor. Ja, weet ik. En hier, nou een loodje. Die gekregen? Ja, van gewoon hier kan je van die tentjes, daar kan je gewoon erin en dan zie je gewoon spulletjes die je kan pakken. Pak ook gewoon eentje. Pakken zonder te vragen. Nou, ga maar snel nog wat dingen pakken. Oké, doei. Nou, zij werkt in de haven, mijn zoon werkt in de haven en ik heb vroeger in de haven gewerkt. Dus ja, dat blijft spannend hè. Dus nu zijn we hier en morgen gaan we naar de andere kant. Wereldhavendagen gaan nog even door, maar wij gaan er een eind aan maken. En dan gaan we even terugblikken. Sabine Bruinings van de organisatie, hoe kijken jullie terug? Ja, geweldig. Het waren 3 mooie dagen. We hadden prachtig weer. We hebben op vrijdag heel veel jongeren ontvangen. En de afgelopen dagen heel veel dagjes mensen. Mensen die een weekend verbleven, gezinnen. Prachtig. Wat springt eruit? Ja, voor mij persoonlijk het avondprogramma. Hadden we prachtige grote werkschepen op de Maas liggen. Mooie lichtjes, mooi vuurwerk en een heel mooi optreden van Whalen. En dan wil ik wel een onthulling voor volgend jaar. Ja, we zetten dezelfde lijn door als afgelopen jaren. Dus qua artiesten, qua grootheid in de haven. Die haven moet gewoon hier in het centrum zichtbaar blijven. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, we hebben met heel veel plezier voor u gewerkt aan dit verslag. En wat mij betreft, volgend jaar 3 dagen prachtig weer.
zodat dat pareltje de Rotterdamse haven nog mooier mag glimmen. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank Rotterdam.